Welkom bij Vera D. Vandaag schouders versterken en ontspannen rekken. Ben je klaar voor een pijnvrij leven? Laten we starten met een schouderstretch. Rekken van de schouders. Breng je armen naar voren. Houd de voorwaartse beweging aan en trek uit. Schouderbladen uiteen. Breng je armen naar achteren. En trek je schouderbladen naar elkaar toe. En naar voren. Strek uit. Houd de voorwaartse beweging van je handen aan. En naar achteren. Houd de achterwaartse beweging van je armen aan. Schouderbladen bijeen. En naar voren. Naar achteren. En houd je armen naar voren. Schouders, rotatie, cirkels. Ja, draai in. Vier cirkels. 1, 2, 3, 4. Draai uit. Vier cirkels. 1, 2, 3. In en draai in. Armen op schouderhoogte. 3, 4 en draai uit. Kleine cirkels. 3, 2, 1 en in. 3, 2, 1 en uit. 3, 2, 1. En open de armen zijwaarts. Zelfde oefening. Draai in. Draai in. Kleine cirkels. 4, 3, 2, 1 en wissel van richting. 4, 3, 2, 1 en wissel. 4, 3, 2, 1, andere richting. 4, 3, 2, 1 en draai in. 4, 3, 2, 1 en draai uit. 4, 3, 2, 1. Oké. Isometrische abductie en adductie van de schouders. Laten we starten. Maak twee vuisten. Breng een hand aan de buitenzijde van je elleboog. En duw met tegendruk je elleboog naar buiten. Abductie, buitenkant van je schouders. 4, 3, 2, 1. Breng je hand aan de binnenzijde van je elleboog. En druk met tegendruk je elleboog naar binnen. Vier, drie, twee, één. En naar buiten. Druk met tegendruk van je hand je elleboog naar buiten. Leg je hand aan de binnenkant van je elleboog en druk met tegendruk van je hand je elleboog naar binnen. Adductie, binnenkant van je schouder. En wissel van kant. Maak een vuist, hand aan de buitenzijde van je elleboog en druk met tegendruk je elleboog naar buiten. Abductie, de buitenkant, buitenzijde. 4, 3, 2, 1. Leg je hand aan de binnenkant van je elleboog en druk je elleboog met tegendruk van je hand naar binnen. 4, 3, 2, 1. En terug naar buiten. 4, 3, 2, 1. En naar binnen. 4, 3, 2, 1. Breng je schouder en elleboog op een 90 graden hoek. 90 graden hoek. Schouder en elleboog.
Zelfde oefening. Leg je hand aan de buitenkant van je elleboog en druk met tegendruk van je hand je elleboog naar buiten. 4, 3, 2, 1 en naar binnen. 4, 3, 2, 1 en naar buiten. Druk met tegendruk je elleboog naar buiten. 4, 3, 2, 1. En druk naar binnen. 4, 3, 2, 1. Laten we dit nog één keer herhalen. Druk met tegendruk je elleboog naar buiten. 4, 3, 2, 1. Breng je hand aan de binnenzijde van je elleboog en druk naar binnen. 4, 3, 2, 1. Wissel van kant. Schouder en elleboog in een 90 graden hoek. En laten we starten. Druk met tegendruk van je hand je elleboog naar buiten. 4, 3, 2, 1 en naar binnen. Druk met tegendruk je elleboog naar binnen. 4, 3, 2, 1. En terug naar buiten. 4, 3, 2, 1. En naar binnen. 4, 3, 2, 1. Laat los, schud uit. Schouderblad belasten. Leg je handpalmen op de zitting. Rek je op. Ja, laat je gewicht niet rusten op je handen. En we gaan de schouderblad belasten. Breng je lichaamsgewicht, verschuif je lichaamsgewicht naar de ene bil. Naar je ene hand. En laten we vasthouden. 4, 3, 2, 1. Verschuif je lichaamsgewicht naar je andere hand. 4, 3, 2, 1. En verschuif je gewicht naar je andere arm. 4, 3, 2, 1. En verschuif je gewicht naar de andere arm. 4, 3, 2, 1. Laatste maal rechter- en linkerkant. En wissel. Laat los. Schud uit. Schouderrol naar achteren. Maak je schouders los. Zo, dit was het voor vandaag. Schouders versterken en strekken. Tot de volgende. Dag.